schatje. Ja, 8000 schatje. We staan hier voor een mooie militaire site. Met de stad hebben we dit pand aangekocht. Maar het huidige bestuur met SPA en CD&V wil hier vooral sociale woningen maken. Nu, het is onroerend erfgoed en het zal heel wat middelen kosten om dit stukje onroerend erfgoed volledig te renoveren. Ik zou daar liever een stadsvernieuwingsproject van maken en jonge gezinnen hier laten huisvesten. Ik zou de panden aanbieden via loting, zodanig dat we voor iedereen hetzelfde kunnen doen in dezelfde omstandigheden. Zoals u ziet is er hier veel groen, we zitten midden in de binnenstad en we kunnen hier ook woonondersteunende functies zoals kinderopvang en een strijkatelier herbergen. Dus mijn beleid is om dergelijke unieke sites voor te behouden voor jonge mensen die starten in het leven.